Het CDA is woedend dat de SP op het laatste moment de mogelijkheid tot een debat over het Blauwe Dorp heeft afgeblazen. De twee partijen hadden een motie ingediend waarin het college werd gevraagd om de aanvraag van monumentenstatus voor de randwoningen in het Blauwe Dorp in behandeling te nemen. Omdat het college dat inmiddels heeft gedaan, heeft de SP de motie weer ingetrokken. Maar daarmee is volgens het CDA de mogelijkheid tot een debat over het Blauwe Dorp in de gemeenteraad ook verdwenen. Het CDA is echt verbijsterd dat de SP dat op het allerlaatste moment doet. We hebben, tot en met gisteren hebben we samen opgetrokken om een interpellatiedebat aan te vragen over het Blauwe Dorp. We hebben ook samen een motie voorbereid. Die motie daar dreigt een raadsmeerderheid zeg maar voor te vinden te zijn ja en op het allerlaatste moment haakt de SP af. Het is echt niet te geloven. De inhoud van de moties die we hadden ge gemaakt lijkt toch behoorlijk veel op wat er nu gebeurt. Namelijk dat de aanvraag in behandeling wordt genomen, serieus wordt genomen en dat tot die tijd de sloopvergunning wordt stopgezet. En dat gebeurt nu ook. Dus in die zin uh, zegt men van nou dan moet je dat ook afwachten en dat is voor ons inderdaad ook een lastige afweging. Wij we houden van het openbare debat. En dat ze, wat dus nu in zekere zin ontnomen, maar aan de andere kant moeten we ook naar argumenten luisteren wat onze coalitiepartners inbrengen. Maar het CDA denkt dat een debat er misschien voor had kunnen zorgen dat een meerderheid in de raad zich zou uitspreken voor het behoud van de randwoningen. En dat had volgens de partij weer invloed kunnen hebben op een besluit van het college om de randwoningen al dan niet de status van monument te geven. In ieder geval wordt de mogelijkheid tot debat voordat er een besluit komt van het college weggenomen. Uh, het is mij duidelijk dat, het SP, uh, dat de SP door het college ja, eigenlijk weer teruggevloten is. En men wil niet dat de SP nu een duidelijke uitspraak doet. Dat is heel vreemd. De SP heeft zich altijd keihard ingezet voor behoud van het uh, blauwe dorp. Ja, ik snap niet waarom de SP uh, tot deze uh, stap overgaat. Ik kan maar één ding bedenken: uh, ze mogen niet van de andere collegepartijen. En dat is zeer te betreuren. Dat is ook niet geloofwaardig. De bewoners van het Blauwe Dorp zelf zijn ook behoorlijk teleurgesteld in de SP. Wij nou, als bewonerscommissie vinden dat heel erg jammer. Vanmiddag was de kans geweest om, uh, dat de politieke partijen erover zouden gaan praten. En dat ze hun mening zouden gaan uitspreken. Er was een meerderheid verwacht die voorbehoud zou zijn. En die hele discussie is nou weg. Wordt niet gevoerd. Dat is erg jammer.